eerste kerstdag 2020. Hoi, Madelief. Hier is mama. Ik mis jou. Meer dan ik kan zeggen. Dat weet je wel. Ik voel dat jij mij ook mist. En ik zal echt alles aan doen om het voor elkaar te krijgen dat jij weer bij mij mag zijn. En weet je, er zijn een heleboel mensen hier op deze wereld die zijn echt een beetje gek. Dat weten we allebei wel. Het gaat erom dat je eerlijk bent, toch? Dat moeten we altijd zijn. En het is nu morgen een jaar geleden dat ik jou heb mogen verzorgen. En mama slaapt daardoor elke dag slecht. Elke nacht slecht. Mama heeft daardoor elke dag maagpijn, buikpijn. Ze heeft huiduitslag opnieuw gekregen, wat ze als kind kreeg nadat ze voor het eerst was ingeënt. Maar ik moet er voor jou zijn. Ik moet er voor jou blijven. Want op deze wereld moeten meisjes zoals jij en Daisy, die de kerstwens aan jou heeft gedaan vandaag, met een heel leuk filmpje, zal ik je doorsturen, veilig kunnen zijn. En niet bang moeten zijn of dat ze hun kinderen mogen opvoeden en mogen knuffelen en mogen voorlezen en piano met ze mogen spelen en lekker voor ze mogen koken en een leuk restaurantje uitzoeken of paardrijden of gewoon lezen en een knuffel geven en toekomstmuziek bouwen. Toekomstmuziek maken is het belangrijkste en een mama is het allerbelangrijkste in het leven van een kind. En ik ga ervoor zorgen dat jij jouw kinderen elke dag mag zien. Gewoon zonder dat daar jeugdzorg in te maken heeft met duizenden leugens. Of burgemeesters of mensen bij de bank. Of mannen die jaloers zijn. Of mensen die je leven niet gunnen. Ik wil gewoon dat jij vrij mama kan zijn. En Nicky. En Marten, vrije man. Maar geen Freemason en geen Rotary, maar gewoon een echte zoals die wil zijn. Gewoon lief en aardig en eerlijk, zonder mensen te hoeven benadelen. Ik heb een leuk cadeautje voor je. Er zijn nog steeds mensen die aan mama denken en die mama helpen. Mama heeft het heel erg moeilijk, heel erg moeilijk. Maar ik weet dat er een heleboel mensen zijn die op mij rekenen en hopen dat ik gewoon doorzet. En het recht zal zegen laten vieren. En dan hoop ik ook dat opa daar de juiste beslissingen neemt. Dat hij jullie een vrije toekomst biedt. In plaats van die niet zo veilig voelt. Die opa en oma en papa zelf hebben meegemaakt. Die keuze is er nu voor iedereen. Om te zeggen van, we gaan geen orders meer opvolgen. We kiezen voor vrijheid. We kiezen voor liefde. We kiezen voor echtheid. I love you. To the moon and back. We'll meet again. Soon. En als iemand tegen jou heeft gezegd waarom mama niet één keer in de twee weken onder begeleiding van een of andere jeugdzorg mafkees wil kijken, mama weet ja, jou wil kijken of gewoon jou wil ontmoeten, dan weet ik dat ik jou traumatiseer. Dan weet ik dat ik mezelf nog meer traumatiseer in de zin van volstrekte waanzin. Compleet. Jij weet wat er gebeurd is. Zij weten wat er gebeurd is. En ze weten ook dat ze zelf fout zijn. En daarom doen ze er letterlijk alles aan om mama het leven mogelijk te maken. En ik ga hen ook persoonlijk kerstwensen wensen. En de keuzes die zij hebben gemaakt, being nobodies, refusing to be human, just following orders. Oftewel, Pipo de clowns. Niemandallen. Gewoon mensen die niks waard zijn. Mensen die niks voorstellen. Alleen maar orders opvolgen van bovenaf. Zonder rekening te houden met mensenrechten. Dat ik jouw mama mag zijn. Maar ik zal jouw mama weer gaan zijn. Dat beloof ik je, meisje. My little Miss Daisy. En dus, heel veel liefs van Daisy uit Engeland. Waar we vorig jaar met kerst waren. Take care. Love you.